Vandaag staan we weer in Gimmixel en we zijn niet met z'n tweeën. Nee, Thijs is er ook bij. Lekker man. Yo mensen, wat is goed nieuw voor jou? Mijn naam is Rutger. Ik ben Abbe. Vandaag staan we weer in Gimmixel en we zijn niet met z'n tweeën. Nee, Thijs is er ook bij. Oh. De favoriete editor en de favoriete cameraman is gewoon weer aanwezig. Abbe, we gaan even warm worden op de vloer. En wat is het idee vandaag? Wat ga ik proberen en jij misschien ook wel een beetje? Gewoon zo'n hele verre sidelift oefenen. Die we want al eerder hebben gedaan. We willen het. En allebei Castaway. Allebei Castaway. Oh ja, ik ga ook wel mee met Castaway. Ja. Zoals jullie weten heb ik een paar video's gemaakt over het wereldrecord cyclen. Die staan ook even in het i'tje. Helaas kunnen we hem nu niet doen met corona, het officiële wereldrecord. Maar ik wil natuurlijk wel blijven trainen. En ik wil jullie een beetje meenemen in dat proces, dus daarom gaan we vandaag wel eventjes proberen om die verse sideflip te halen vandaag. Maar we gaan even warm worden op de vloer. Ab, waarmee gaan we starten? Met een armier flikvlak backflip. Echt eventjes, die flikvlak was echt heel slecht, ja. Jongens. Als jullie op turnen zitten, ga niet haten, want die was echt het slechtste ooit. Ik ga hem zo nog één keer voor jullie doen. Komt hij dan? Die was ook echt heel slecht. Ja, best clean toch? Wiem. Dat is iets beter. Ja, op zich wel lekker. Maar nog steeds was die backflip gewoon best wel laag. Oké, al twee flipflaps aan elkaar. Arm die flipflap, flipflap, backflip. Hoeveel flipflaps deed je nou? Twee. Oh, twee, sick. Ja, die was clean, ja, man. Ja, die was echt sick. Juist. Ja, het is hem wel, maar nou, beter dan mij. Zoals de mensen zien is de techniek op dit moment niet helemaal goed. Maar daar gaan we wel weer binnenkort even op trainen. Oh, volgende tikken begon. Even een kick van een moeitje. Ik hou daar niet heel erg van, maar als jij er wel van houdt, dan mag dat. Clean. Oh, lekker hoog, hé. Nu kort, nu kort, 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 kort. Kort chillen, hè? Kork. Ja, ik vind kort om chillen. Clean, man. Volgende is arm je backflip, arm je back full en dan misschien arm je dubbel full. Ab, arm je back full hier. Heb je ooit wat staan? Ah, ik heb ook niet veel zin in. Niet veel zin in, hoe kan dat? Ik denk dat ik echt op mijn bek ga, man. Nee joh, gewoon doe maar af. Okay, ik ga één arm je back full doen, maar laat dan zeker wel even een blauw duimpje achter, want ik heb nog maar één keer ingezet. Dus ik vind het wel een beetje eng, dus laat even dat blauwe duimpje achter. Arm je dubbel full heb ik denk ik een half jaar niet meer gedaan of zo. Gewoon puur omdat alle gymzalen en turnzalen altijd dicht zijn. Maar ja, weet je, ik moet hem eigenlijk nog wel kunnen. Want ik heb een tijd geleden, kon ik gewoon best goed. Dus we gaan hem inzetten. Oeh. Heel sketch. Ik land hem echt wel sketch. Ik ga hem nog één keer doen, maar hij moet wat hoger. Ja, ja. Lekker man. Ja, gelukkig maar. Ik denk dat we wel warm zijn. Laten we richting die kant gaan, want daar gaan we de verse sideflip oefenen. We beginnen een beetje rustig aan. Dan gaan we de mat steeds verder leggen totdat we hopelijk weer het wereldrecord kunnen flippen. Kom mee. We zijn natuurlijk in Gimmixel en Super Opa is er natuurlijk ook weer bij. En die heeft voor ons precies uitgemeten wanneer we het wereldrecord hebben gehaald. Maar hij gaat het even uitleggen. De rand van de blauwe mat, als je dat haalt, is het goed. We hebben hier een aantal blokken, die staan steeds op 50 centimeter van elkaar. Dus dit is 5 meter, 4,5, 4 enzovoort. Dit is het wereldrecord. Dus hier afzetten en de blauwe mat raken. Succes! Oké, maar we beginnen even gewoon lekker vanaf de 2,50 meter hier. Want we gaan kijken tot hoe lang Abbe ook kan meedoen. En misschien kan Thijs ook nog wel een paar rondes meedoen. Ik ben heel benieuwd. Oké, jullie mogen starten. Go! Gehaald! Lekker hoor! De vorige keer toen ik het wereldrecord ging proberen was op de grote vloer. En toen had ik een aanloop waar ik een beetje moest zigzag en dat was niet zo chill. Nu hebben we gewoon een aanloop die je gewoon helemaal lekker kan doorrennen. Dus dat is super chill. Dus ja, het is toen ook gelukt. Dus eigenlijk moet het gewoon vandaag ook lukken natuurlijk. Rutger, jij komt hier wel vaker in de zaal, hè? Ja. Ben jij ook iets verloren in de zaal? Nee. Nee? Weet je dat heel zeker? Ja, weet ik wel zeker. Ja. Volgens mij herken ik deze van jou. Nee. Ja. Hey! Zo, gaan nu gelijk naar de 4 meter toe, daarna 5 en daarna het wereldrecord. Oké, ik ga nu vanaf dit blokje, dat is 3,5 meter. Ik vind dat wel zo ver, dus ik hoop dat ik dit haal. Nee. Van 3,5 ik net, dus nu kan ik ook 4 voor. Oké, nice. Oh, als 4 haal? Ja, zou zeker ziek zijn al. Een beetje volslip ook. Dit deed voor ons, ja. Dat is wel goed, hè? Nou, dat is wel netjes. Alleen je landt niet echt op, maar je had hem wel aangetikt. Maar in een bak zou je natuurlijk naar achter vallen en dan ben je eigenlijk. Je achterste punt telt eigenlijk, hè? Ja, ik ga eens dus eigenlijk mag je niet afvallen. Lijf. Hij was wel clean. Hij had daar 20 centimeter ruimte over. Nice. Mijn die ik net deed, die telde niet helemaal, want ik viel er wel achter de blokkenbak in. Dus hier ga ik nog een keer voor je. 4 meter.
Je zet er echt hier af bij de. Echt hier. Boom. Echt bijna bij de 5. Oh. Ik denk ook wel één keer de 5 en dan is het ook voor mij, denk ik. Oké, okay, succes. Nou. Ja, ik doe het nog een keer. Ja, hij was al close. Je landde erop. Hij was misschien, ja, je landde gewoon precies hier afgezet. Precies zo. Op zich is dat gewoon goed. Oké. Okay. Je zou het al kunnen halen. Nice. Oké. Je hebt het ziek gedaan. Je komt echt heel ver. Ik ga denk zo een kerst erbij in mijn album doen. Ja, is goed. Eerst ga ik hem mijn pricht halen. Het moment van de waarheid. Als ik deze haal, heb ik het wereldrecord. En heel misschien, als het gewoon best wel goed lukt, kunnen we misschien nog iets verder zelfs proberen. Dan hebben we sowieso het wereldrecord. Ik hoor sommigen van jullie denken van ja, dit is natuurlijk wel een beetje veer in de vloer. Dat heb je wel een punt. En het is ook nog wel toch wel naar een chille afstand zo naar de blokkenbak. Maar het wereldrecord op dit moment is gesprongen in een zandbak. Dus ja, op zich is dat ook wel best wel chill. Dus als we hem hier gewoon lekker oefenen, dan moet het binnenkort ook in die zandbak lukken. Het wereldrecord is 5,80 meter. Die heb ik dus eigenlijk net gehaald. Nu staan er twee blokken bij. Je staat op 6 meter. Dus een klein stukje verder. En als je deze haalt, ja, dan is het toch wel zeker dat je hem ook gewoon zou kunnen in zo'n blokkenbak. Dus dan gaan we echt zo snel mogelijk als het weer mag. In verband met corona. Gaan we het gelijk aanvragen. En dan hoop ik dat we binnenkort het wereldrecord echt kunnen doen. Maar eerst maar kijken of we deze halen. Want dit is wel pittig. Hij landt gewoon 10 centimeter boven over dik. Kijk! Dat zijn de berichten die we horen. Kijk, komt ie. Nu speciaal voor Super Opa even die 6 meter proberen te halen. Ik ga zo meteen het wereldrecord nog wel even afkraken. Hey. Er moet een kleine nuance moet er nog in. Dit is natuurlijk wel een afzetbaan. En ja, de mat ligt nog wel 40, 50 centimeter lager. Eigenlijk zou je er een mat bovenop moeten leggen. Dan heb je dezelfde hoogte. Als je die mat daar bovenop legt. En je raakt het gaat om die bovenkant dan. Ja. Hè? Ja. Maar, en eigenlijk, als je in oefenen moet doen, daar, die luchtvondeling aan de kant. Dan heb je een harde afzet. Ja. Maar goed, je laat in ieder geval hartstikke zien. Dit is, is haalbaar. Dit is toch haalbaar? Want ik denk inmiddels dat het 4 maanden geleden is dat we dit gedaan hebben. Dat we begonnen. Het is langer nog zelfs. Dat we begonnen is zelfs langer geleden. Maar we hebben nu al 2 video's overgemaakt. Eentje daar buiten toen we aan het oefenen. Maar goed, ik bedoel, toen was de weersomstandigheden zaten toen niet zo mee. Nee, en een keer in die zaal. Toen was het wel gehaald. Er zit ook 4 maanden tussen dat je hier niet op getraind hebt. Klopt. Dat is ook zo. Ja, klopt eigenlijk wel. Dus als je hier serieus echt wekelijks even een trainingsuurtje aan besteedt, dan moet het lukken. Ja hoor. Hoe vet is het om een wereldrecord op je naam te hebben van verste flip, van verste cijfer? Dat ze echt dik zijn. Dus dat moeten we gewoon fixen. Laten we even die dikke wat opleggen. Eigenlijk is hij is nu bijna hoger, denk ik bijna zelfs hoor. Prima, maar prima. Tenminste, het is hoe dik is zo'n mat? 30 centimeter? 30 centimeter. Ja, 30 centimeter hoger, dus dat is wel gewoon een stukje lastiger. En ik probeer hem gewoon weer vanaf de 6 meter te springen. Kijken of we hem nu halen. Je zit hier af, hè, vriend. Dus je zit 50 centimeter verder dan 5,80 meter, minstens. Vertel, wat zijn de volgende stappen? Dit eigenlijk allemaal daar naartoe doen, dat die gewoon een harde ondergrond. Want ja, deze baan helpt natuurlijk wel mee, zowel in je aanloop als in je afzet. Dat zou de volgende stap moeten zijn. Ik weet niet of dat nu ook vandaag moet. Misschien is dat goed voor een volgende keer, dat je het ook rustig kunt opbouwen in deze situatie. Ja. Ruim! Jullie horen het, binnenkort, weer bij GymXL, gaan we deze trainingbaan een stukje opschuiven. Doen we vanaf de stenen gaan we dan afzetten. En als je dan haalt, ja, dan moet het sowieso lukken, want deze baan veert toch nog wel een beetje mee. Dus je moet eigenlijk nu gaan oefenen vanaf harde grond. Dus die zie je de volgende keer. Swingen heeft volgens mij nog maar 1 keer naar de mat gedaan. Dus die ga ik nu nog even 1 keer doen. Thijs en ik gaan hem even linen. En misschien doet Rutger ook wel even mee. Doe het wel. Kijk. Wel goed swingen. Misschien wil ik iets harder swingen. Heel easy. Ik heb wel een beetje last van mijn handen. Maar ik moet hem toch wel gewoon even landen. Iets harder kicken. Nee, schoenen. Nee, benen. Ja, juist. Zo. Juist. Oh! We gaan wel weer in de buurt. Ja, klopt je. Ik stel gewoon voor, want onze guests zijn nu denk ik wel een beetje gelijkwaardig. Dan we gewoon 2 keer doen. En dan gewoon, ja, gewoon hier. Ja, wat boeien. Makkelijk toch? Ja. Allemaal 1 keer kerstfeest doen. En dan gaan we een lekkere matje doen. En ik heb hem al 2 jaar niet gedaan. Hij ook op mijn. Nee, ik ook echt heel lang niet meer. Ja, die heb je ook al. Sick hoor. Ga jij even snel nu? Hangen. Gaat je daar snel, man? Denk je? Ik kan jou. Eng gast. Pussy. Oh, easy, makkelijk. Ja man, heb je. Abbe en Thijs hebben hem echt cleaner dan ik man. Dat vind ik niet heel leuk. Maar ik moet hem ook gewoon hier inzetten, anders ben ik gewoon een pushy. Dus ik moet hem ook hier doen. Vind je dit leuk? Nee? Ga ik het doen? Ja. Zo, dit is eng gast. Ja, steenpies ga. Ik doe het ook mee jongens, ik ben ook geen pushy. Ik doe ook mee. Ah. Degene die het slechts kan, die gaat als eerst. Sketchy gast. Dat dacht ik ook toen Krof zat. Ja. Makkelijk. Heel naar. Oh, dit. Dit is even voor de spanning, nu moet ik even landen. Oh, kerel, ik schrok me dood, gast. We hebben 2 toeschouwers, gast. Schrokken jullie of niet? Ik schrok me zeker, ja. Zal ik eerst gaan? Ja, joh, aan de deur. Kom. Gewoon door, gast. Kijk uit, hè. Oh. Ja. Oh, precies hetzelfde. Ja, weet ik. Dit was ook gewoon... Ja, dat is angst, gast. Ik dacht, ik moet gewoon tukken. Ja, dat is bij mij ook. Bijna, hoor.
Ik wil hem gewoon landen, ouwe. Ik wil het eten. Nog een keer. Thijs, laatste keer, anders volgende keer. En nu zit er druk op. Nog één try, nog één try. Je moet hem kunnen. Ja, nee, nog dit man. En shaky. Let's go! Oké, jongens, dit is weer het einde van de video. Vergeet niet te abonneren natuurlijk. Abonneren uiteraard. Vergeet niet een duimpje omhoog achter te laten. En Thijs, super zeker als je hem hebt geland. Alweer heeft hem ook zo goed als geland. Ik heb die VS Cypher heb gehaald. Daar ben ik echt super blij mee. De volgende keer als we hier zijn, gaan we dus trainen op de grond. Dus als je die niet wil missen, moet je zeker eventjes abonneren. En dan zien jullie bij de volgende video. Later! Yo!